Een lange rij voor het nieuwste speeltje. Tot nu toe moesten Nederlandse Apple-fans voor een iPad naar Duitsland of de Verenigde Staten. Maar vandaag is ook Amersfoort aan de beurt. Om niet mis te grijpen zit Ingeloes Bentsen als eerste voor de winkel. Van de week hoorden we dan dat hij werkelijk kwam. Twee keer gebeld, van is dat echt zo? En hoe laat zou je er dan moeten gaan staan? En om 6:30 waren we hier. Ook priester Roderick Vonheugen staat in de rij. Hij staat bij velen bekend als de iPod-priester. De iPad kan natuurlijk niet in zijn collectieapparaten ontbreken. De iPad, daar zit ik eigenlijk al 1.5 jaar op te wachten. Ik hoor van heel veel vrienden dat het een geweldig apparaat is. Een apparaatje waar iedereen van zegt van als je het niet hebt, dan snap je niet waar het voor nodig is. En als je het hebt, dan denk je, hoe heb ik ooit zonder kunnen leven? Priester Roderick maakt veelvuldig gebruik van nieuwe media. Van de ene kant is het heel creatief, maar het is ook een manier om heel veel mensen te bereiken. En zeker dit soort mobiele apparaatjes die allemaal verbonden zijn met internet. Je kan eigenlijk overal met mensen in contact treden. Ze hoeven niet op zondag per se in mijn kerk te zitten, zodat ik ze kan bereiken. Dat kan eigenlijk dag en nacht kan dat doorgaan. Het lange wachten wordt om 9:00 dan eindelijk beloond. In Amersfoort mogen we niet naar binnen. In Veenendaal wel. Ook daar staat de winkel vol en vliegen de iPads over de toonbank. Ja, excited. Absoluut excited. Ik merk een rush van, heb ik hem nog? Is er nog genoeg voorraad? En ja, het is gewoon leuk. Tim snapt goed dat mensen een iPad willen. Zelf heeft hij er alleen, uit het buitenland. Tot voor kort las ik nooit boeken. Nu lees ik gewoon boeken. Het is gewoon briljant. Dus dat is al een voordeel. Daarnaast zit je op de bank Discovery te kijken. En je wil snel even wat opzoeken. Ik ga er niet op staan om mijn computer op te starten of mijn hele laptop op te starten. Pak de iPad erbij, typt het zo in en je hebt zo alles in je handen. Het is gewoon ideaal. In Amersfoort komen ook alleen maar blije klanten naar buiten. Kijk, een gelukkig man. Toch al een tijdje naar uitgekeken. En, ja, het is gewoon leuk om ook het sfeertje mee te maken met de mensen hier erbij. En, nou, het is lekker weer, dus wat wil je nog meer? Want je hebt als een van de eerste op de iPad mogen spelen, hè? Ja. De anderen stuurden die allemaal weg. Ja. Ook Ingeloes is beloond voor het lange wachten. Ja, ik heb hem. Geweldig. Alleen als het op de toonbank ligt, dan heb je zoiets van nou, wauw, het gaat door. En verder hebben we er eentje extra voor een vriend van ons die vandaag jarig is en zei nou neem hem mee. Dus dit is natuurlijk een geweldige dag. En die dag bestaat voor alle kopers natuurlijk vooral uit het uitproberen van dat nieuwe speeltje.